video, make-up video sinds ik weer terug ben. Het is niet de officieel eerste video, want ik heb al een andere video geplaatst, maar de allereerste make-up video. Als je mij nou weer ziet op je beeldscherm en je denkt van Sarah, hoezo ben je ineens terug? Dan heb je waarschijnlijk mijn vorige video gemist. Ik heb een video upgeload waarin ik heb verteld dat ik er weer ben met ook een beetje een korte update. Dus bekijk vooral die video als je een update wilt hebben. Maar goed, ik ben in ieder geval weer terug. Elke zondag om 12 uur komt er weer gewoon een leuke beauty video. En dit is de allereerste. Jongens, echt, het voelt gewoon alsof ik ben vastgeroest. Ik heb gewoon een half jaar geen video's gemaakt nadat ik echt gewoon jarenlang elke week, geen enkele week heb gemist. Dus het voelt echt weer een beetje roestig of zo. Ik moet echt weer een beetje wennen, een beetje kijken. Maar ik vind het in ieder geval echt weer heel leuk om hier weer te zijn en om weer te kletsen met jullie. Ik heb jullie echt gemist. Oh my gosh, het voelt heel raar omdat ik jullie niet echt fysiek ooit heb gezien of echt ken. Maar toch voelt het alsof we een band hebben. Dus ik mis jullie ook gewoon echt. Ik dacht, laten we gewoon van start gaan met mijn everyday make-up routine. Want die is een klein beetje veranderd sinds een half jaar geleden. En ik heb zo'n video ook al lang niet meer geplaatst. Dus ik dacht, laat me die snel weer plaatsen. Ik heb dus hierin al mijn make-up die ik echt gewoon bijna elke dag gebruik. Omdat ik dus echt heel lang ziek was en niet heel veel energie had, heb ik echt een hele snelle routine ontwikkeld die ik gewoon heel snel kan doen. Want ik heb gewoon geen zin om me elke dag een uur lang te moeten opmaken. Dus het is ook best wel een snelle routine. Ik heb dit gedaan binnen 10 minuten. En ja, ik ga jullie gewoon laten zien wat de look is, hoe ik het doe en alle make-up producten. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke week. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Ik heb mijn wenkbrauwen nog niet gedaan, zoals jullie kunnen zien. Want ik dacht, ja, ik heb al zo lang geen video meegemaakt. Laat me ook deze keer gewoon mijn wenkbrauwen doen op beeld. Want dan kunnen jullie ook zien hoe ik die doe. Ik heb super, super veel make-up, omdat ik dus beauty video's maak. Maar in deze tas zitten dus gewoon alle producten die ik gewoon elke dag gebruik. Met mijn initialen erop. Superleuk. SM. Ik heb deze gehad in PR van, ik weet niet meer van, oh, Elf. Van Elf. Dus echt heel leuk met mijn initialen erop. En hier zit gewoon echt alles in wat ik letterlijk een half jaar lang elke dag heb gebruikt. Heel veel is ook opgegaan. Dus ik heb het in en ander geswitcht. Maar goed, ik praat alweer gewoon te veel. Ik ga eerst gewoon beginnen met mijn wenkies. En daarvoor gebruik ik dit wenkbrauwpotloodje van Maybelline. Dit is de Express Brow Ultra Slim Pencil. Ik hou altijd van een hele dunne pencil voor mijn wenkies. En het is een best wel donkere kleur. Is het gewoon black? Ja, 07 black. Dus het is gewoon echt zwart. Ik heb wel eens bruin gedaan, maar dat is gewoon echt niet mooi. Omdat mijn wenkies zijn gewoon echt best wel cool tone. En ze zijn echt gewoon zwart. Dus wanneer ik bruin doe, zie je gewoon echt het verschil. Dus ik ga even snel mijn wenkies inkleuren. Ik heb al dagcreme opgedaan. Zo, en mijn wenkbrauwgel is volgens mij opgegaan. Ik gebruik altijd die van NYX. Maar hij is echt bijna helemaal leeg. Maar volgens mij heb ik hier nog een nieuwe. Ja, oh my gosh. Ik heb hier een nieuwe. Deze had ik gehad in PR. Ik heb een heel groot NYX pakketje gehad met allemaal nieuwe producten. Ik heb sowieso heel veel nieuwe producten die ik wil gaan testen. Dus dit komt in een volgende video. Jongens, deze wenkbrauwgel is zo goed. Het is letterlijk gewoon lijm voor je wenkbrauwen. Je hebt hem ook in een gekleurde versie, maar die vind ik niet fijn. Die heb ik ook. Dat zijn deze. Maar die vind ik niet zo fijn. Ik vind gewoon deze het fijnst zonder kleur. Dan ga ik mijn gezicht primen met een van mijn fave primers. Deze van Olcay Goulson. Deze is zo fijn, jongens. Oh my god, deze maakt je gezicht zo smooth. Breng niet te veel aan. Ik heb nou te veel aangebracht. Terwijl ik zeg, ik breng niet te veel aan, breng ik te veel aan. Maar ik breng die altijd gewoon een beetje zo hier aan op de vettige plekken. Ja, vettige plekken, jongens. Ik weet, ik heb een droge huid. Dus jullie zijn alvast in shock. Maar ik heb een beetje een vettige T-zone gekregen. Door alle behandelingen zijn ook mijn hormonen echt all over the place. Dus ook mijn huid is nou een beetje anders. Dus hij is, nou ja, vettig en droog. Maar mijn neus weer is echt heel droog. Dus daar wil ik niet te veel primer op doen. Dan foundation die ik elke dag opdoe. Terwijl de kleur niet per se een goede match is. Maar dat is deze van Anastasia. Deze is zo fijn, jongens. Oh my gosh. Ik heb de kleur 330W. Ik ben nu op mijn lichtst. Ik heb niet gebruind. Dus nu is hij eigenlijk een beetje te geel donker. Maar ik forceer hem altijd gewoon alsnog. Want ik vind hem echt heel fijn. Mijn andere fave is opgegaan. Jullie weten, mijn fave is van Charlotte Tilbury. Oh my god. Die foundation is echt nog steeds nummer 1. Ik moet hem even opnieuw halen, maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. Maar deze is ook echt amazing. Kijk, de kleur is niet echt een perfecte match. Het is niet een heel groot verschil, maar ja, het is ook niet perfect. Maar met concealer en bronzer en zo valt het eigenlijk helemaal niet op. Oh jongens, echt, ik kan gewoon niet vaak genoeg herhalen hoe leuk ik het vind om weer hier te kletsen met jullie. Dan concealer. Ik ben laatst naar Milaan geweest. Ik ben 5 dagen naar Milaan geweest en daar heb ik weer mijn fave concealer gehaald. Tarte Shape Tape in de kleur Light Medium Sand. I love deze concealer, oh my god. Maar jongens, vertel, ik heb jullie gemist. Wat hebben jullie allemaal gedaan dit half jaar? Let me know, ik wil het weten. Hebben jullie een leuke tijd gehad? Hebben jullie het zwaar gehad?
Zo, en dan voor poeder mijn favoriet voor jaren, Laura Mercier. Jongens, ik ga elke keer weer terug naar deze poeder. Hij is zo fijn. Jongens, ik ga zo meteen mijn allereerste ASMR video opnemen. Oh my gosh, ik heb het verteld in de vorige video, maar ik heb een ASMR TikTok kanaal ben ik begonnen. Echt, ik ben echt all over the place, jongens. Maar het is niet de reguliere ASMR, maar het is scrapbooking. Dat is een beetje zo van die knutselvideo's. Ik breng hier een video in beeld, zodat je begrijpt wat het is. Ik had hier nog nooit van gehoord, maar terwijl ik dus ziek was en niks te doen had en te veel tijd had, heb ik dus dit ontdekt op TikTok. En ik vond die video's zo rustgevend. Echt, I loved it. Dus ik dacht bij mijn eigen, als ik weer ben hersteld, wil ik dat misschien gewoon als leuke hobby erbij gaan doen. En dan maak ik daar ook gewoon video's van op TikTok. Dus mocht je van dat soort video's houden, ik ga gewoon allemaal van die knutselprojecten doen, zeg maar. ASMR-stijl op TikTok. Dus volg me ook daar. Ik zet mijn TikTok beneden in de beschrijving. Dat ga ik echt alleen maar daar doen. Dus geen ASMR-video's hier op mijn YouTube-kanaal. Behalve als jullie dat echt heel graag zouden willen, maar voor nou heb ik het echt alleen maar gewoon daar, want het is gewoon iets wat ik gewoon erbij wil doen. Beauty is gewoon nog steeds mijn hoofdding, dus beauty blijft gewoon hier. Wow, ik dacht even dat ik niet aan het filmen was, oh my gosh. En dan wil ik ook allemaal van die do-it-yourself video's maken, waarin ik gewoon allemaal van die iPhone hoesjes ga knutselen en whatever. Ik ga gewoon van alles, ik weet niet wat ik doe. Ik vind het gewoon leuk om iets te doen wat echt zo extreem out of my comfort zone is. Het is zo iets anders, het is zo... Ja, ik weet dat ASMR is niet iedereen zijn ding. Het was ook niet mijn ding. Ik vond het in het begin echt super raar. Maar ik vind deze stijl van scrapbooking, artsy, ASMR vind ik wel leuk. Dus ja, dat ga ik gewoon doen. Dan ga ik mijn neus contouren met mijn Catrice Contour Kit. Oh my gosh, ik moet me echt schamen voor deze kit. Hij is echt abused. Used and abused. Oh my gosh. Ik gebruik altijd deze twee kleuren. Mijn neuscontouren moet ook echt altijd. Ook al maak ik een look voor 5 minuten. Een beetje te veel gedaan. Jongens, ik ben nog een beetje roestig. Oké. Okay? Bear with me. Ik ben in de... Ik weet ook helemaal niet waarom ik deze video vandaag maak. Want ik ga vandaag echt helemaal niks doen. Ik had deze video beter kunnen maken op een dag dat ik ook echt iets ga doen. Want dan ben ik ook gelijk opgemaakt. Nou, maak ik me gewoon helemaal op voor niks. Maar oké. Okay. Pak ik deze lichte kleur. Voor de zijkanten. Jongens, ik praat weer echt ontzettend snel. Want ik ben weer enthousiast. En altijd als ik enthousiast ben, dan ga ik echt ratatatata. Dan ga ik er echt als een trein doorheen. So excuse me, want ik weet dat mensen daarover gaan klagen. Dan mijn... Oh, mijn spray is nog beneden. Ik heb geen zin om naar beneden te gaan. Oh my gosh. Ja, ik moet hem wel echt hebben. Mijn Action spray, jongens. Nog steeds still going strong. Dit is de beste spray ever. Hij is er nog steeds bij de Action. Hij is like 2 euro of zo. Jongens, als je deze spray opsprayt, echt je make-up smelt in je gezicht. Dus als jij vaak... De hond is aan het blaffen. Hallo, kunnen we even niet blaffen? Dankjewel. Dus... Nou ben ik mijn verhaal kwijt. Oh ja, dus deze spray. Letterlijk like 2 euro en je hele make-up blendt helemaal in je gezicht. De hond van mijn zus is hier dus. Je gaat af en toe wat geblaf horen, omdat hij hoort mij nu praten en hij denkt dat ik met iemand praat. En dan gaat hij meepraten. Oh, ik ben mijn wimperspoelie ook beneden vergeten. Ik ben alles beneden vergeten, jongens. Ik ben all over the place. Oh my gosh. Ik heb nou wimper extensions, om het allemaal wat makkelijker te maken voor mezelf. Maar ik ben mijn spoelie beneden vergeten. En ik heb hier ook geen extra, volgens mij. Ik ga echt niet weer helemaal naar beneden. Oh, jongens, vandaag, ik ben echt een bende, jongens. Nou ja, we gaan gewoon verder. Ik ben mijn wire ook beneden vergeten. Dus ik ben alles weer beneden vergeten. Bronzer. Deze bronzer van Unica is een biologisch merk. Deze bronzer is echt amazing in de kleur Sun Kiss. Maar volgens mij hebben ze er maar eentje. Hij is ook used and abused. Zoals je kunt zien, I hit Pam. Deze is echt geweldig. En hij was helemaal nieuw, hè, dus jongens... Als ik door een bronzer heen ga, dan is die echt goed. Want ik maak echt nooit een bronzer op. Omdat ik ze dus zoveel heb en heel vaak afwissel. Dus als ik een bronzer opmaak, dan weet je dat ik er echt 100% achter sta. Deze is zo fijn. En dat die biologisch is, is ook top. Unica is een van de beste biologische make-up merken. Mocht je daar interesse in hebben. Heel veel biologische make-up is echt rete slecht. Maar Unica is op zich wel goed. Ze hebben goede bronzers, goede blushes, goede lipsticks. Dan een blusje die ik heb ontdekt. Die echt een hype is. Die iedereen al heeft. En ik, Sarah Marieke, komt weer last minute aan met deze blush. En dat is de Dior blush waar altijd iedereen het over heeft. Ik heb hem ook gehaald. Want ik dacht bij mijn eigen, nou ik moet hem ook gewoon halen. Is de kleur Rosy Glow. En hij is echt amazing. Ik vind hem echt de hype waard. Hij is echt top, top, top. Een fel roze matte kleur. Hij lijkt heel heftig. Hij lijkt heel intimiderend. Maar dat is hij niet, want hij is niet super gepigmenteerd. Dus als je hem aanbrengt, is het niet alsof je gelijk heel veel roze aanbrengt. Kijk, dit is nou gewoon één swipe. En dit is eigenlijk wel swipe. Eén veeg.
En dit is op zich genoeg, maar jullie weten hoe ik ben. Ik ga altijd voor de clown loop, dus ik ga er 2 keer in. Maar op zich is 1 keer echt genoeg. En hij blijft echt de hele dag goed zitten. Dus hij is, er hangt wel een prijskaartje aan. Maar ik vind het wel waard. Oh, I love een overdreven roze blush. Oké, dan de lipcombo van het jaar. Jongens, ik ga jullie een lipcombo laten zien. Als je een beetje mijn huidskleur hebt, of misschien iets lichter. Ik denk dat mijn lichtere huidskleur op zich ook wel mooi is. Dan ga je hier zo happy mee zijn. Deze lipcombo. Lippotloodje van Charlotte Tilbury in de kleur... Hij is bijna op, dus de kleur staat er niet meer op. Oké, het is gewoon een hele donkere bruine kleur. Je kunt gewoon elke donkere bruine kleur pakken die je wilt. Gewoon echt overdreven donkerbruin mag je best wel halen. En dan met deze lipstick van L'Oreal. Oh my gosh, dit is een glowy lipstick. De Glow Paradise in de kleur 191 Nude Heaven. Deze is zo fijn, vooral ook als je droge lippen hebt. Hun hele Glow Paradise lipstick line is echt amazing voor iedereen met droge lippen, zoals moi. En deze kleur is echt zo mooi, jongens. Oh my gosh, een beetje rozig bruin. Maar als je het dan combineert met deze bruine kleur. Ik weet dat zo naast elkaar heb je echt iets van, wat is dit voor combi? Maar jullie gaan het zo meteen zien als ik het opdoe. Dit is echt een perfecte combi, echt prachtig. En wat ik ook heel fijn vind hieraan, het is dus roze en een beetje bruin. Dus als je het combineert met een bruin lippotloodje, heb je een bruinige noot. Maar als je het combineert met een roze lippotloodje, heb je een roze noot. Dus je kunt er een beetje 2 kanten mee op. Dat vind ik wel echt ideaal. Ah, jongens, kijk hoe mooi. Echt, iedereen vraagt altijd welke lipcombo ik op heb als ik deze op heb. Nou, en dan om het af te maken, setting spray van Charlotte Tilbury. En dan zijn we klaar, jongens. Ik vergeet gewoon highlight. Oh my gosh. Deze van de Balm gebruik ik, de Mary Lou highlighter. En die breng ik niet op mijn gezicht aan, maar alleen in mijn binnenste ooghoeken. Om het daar een beetje te verhelderen. En ook op mijn neus. Voor een slank effect. Zo, en dan nu zijn we echt klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit is mijn everyday make-up look. Ik weet dat het misschien voor heel veel mensen alsnog te veel is voor een everyday look. Maar voor mij is het gewoon ideaal. Maar ik moet zeggen, ik noem het mijn everyday look. Maar ik gebruik het eigenlijk voor alles. Voor een feestje, dan doe ik het met rode lippen. Maar ook gewoon voor everyday... Ja, gewoon elke dag eigenlijk. Dit is gewoon mijn go-to look elke dag. En je kunt het dus echt combineren met elke lipkleur. En als je wat extra wilt zijn, als je naar een feestje gaat of whatever. Je kunt er ook altijd een klein beetje bruine oogschaduw bij doen. Of ja... Om het wat heftiger te maken. Maar ik persoonlijk sla vaak ook schaduw over. Ik vind het gewoon zo ook goed. Of een beetje eyeliner. Je kunt het zo wild maken als dat je wilt. Nou, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik was een beetje chaotisch. Een beetje all over the place. Sorry daarvoor. Maar straks als ik weer mezelf heb herpakt een beetje. Dan gaat alles weer gewoon smooth. Let me know beneden ook in de reacties. Wat voor video's jullie willen zien. Want ik heb geen idee meer wat jullie willen zien. Dus let me know alsjeblieft. En dan hoop ik jullie gewoon weer snel te zien bij de volgende video. Doei doei! Bye.